De auto waar ik tegenaan leun is 2 jaar na mijn geboorte op de markt gekomen. Ik ben van 72, de Golf verscheen in 74 en ik zou bijna zeggen, de rest is geschiedenis. 50 jaar wordt deze auto nu geproduceerd. En Volkswagen is natuurlijk een meester geworden in het fine-tunen en schuren en schaven aan de kleinste details om uiteindelijk weer een nieuw model uit te kunnen brengen. Zelf vonden ze ook dat er zo weinig veranderd was aan deze, dat ze deze de Golf 8,5 hebben genoemd in plaats van de Golf 9. Hoe het ook zij, stap in, dan gaan we een rondje. Je zou natuurlijk kunnen zeggen ook van Volkswagen, doe nou eens een beetje radicaal, weet je wel. Doe nou eens een keer iets wat wij als publiek niet verwachten. Maak van de Golf een sedan of, nou ja, whatever, doe iets geks. En juist omdat ze dat dus niet gedaan hebben de afgelopen 50 jaar, zijn wij nog steeds als Europese autokopers redelijk verzot op de Golf. Het nadeel natuurlijk voor de Golf zelf is het feit dat hij niet meer op de zakelijke markt als elektrische auto te verkrijgen is. Dus ja, hadden ze de ID3 bijvoorbeeld Golf genoemd, dan konden al die elektrische verkopen opgeteld worden bij de totale verkoopvolume van de Golf. Nou, dan had je misschien wel duizenden Golfs verkocht in plaats van de 3000 die ze nu hadden verkocht. Maar wat maakt het uit? We zitten in de Golf 8,5, bouwjaar uiteraard 2024. En we zitten in het basismodelletje. Dus neem ik jullie even mee naar, wat was nou ook alweer een basismodel? Bestaan die eigenlijk nog wel? Nou, volgens mij niet, want alleen de digitale rimram die hier al in deze auto gepropt zit, natuurlijk zoals alle moderne auto's tegenwoordig, geeft je al een luxe gevoel. Maar er was ooit een tijd, en degenen die groot zijn geworden in de jaren 70 en 80, zoals ondergetekende, die weten dat nog, dat je een Golf kon kopen met naar wens een motor met 1.1 of 1.3 liter inhoud. Je had dan 2 uitrustingspakketten, geloof ik, in de Nederlandse markt, die natuurlijk wat karig moest zijn wegens de vervoerde BPM. Een L en een LS. Later kreeg je volgens mij nog een LX. Maar dat was het dan. Dan had jij een hypermoderne Golf, want in 1974 nam Volkswagen na wat experimentele uitstapjes met een paar modellen die niet verkochten, zoals de K70, de uitstap om te gaan van luchtgekoelde boxermotoren achter de achteras naar watergekoelde viercilindermotoren die dwars voorin zijn geplaatst. En uiteraard met de komst van de ID3 was dat weer een soort wereldverschuivende aardschok voor het bekende concern. En ik schok nu zelf ook aardig trouwens over de klinkerwerkjes in de buurt van Delden, maar dat mag de pret niet drukken. Je haalt hem op voor €37.000. Dan heb je een basismodel met stalen velgen die niemand wil. Dan heb je een uitrustingspakketje daarboven. Dan zit je in deze uitvoering. Die is dan ongeveer 39 en een beetje, laten we zeggen, voor het gemak €40.000. Maar dan kom jij erachter dat dit is een mild hybride zonder stekker, dat de stekkerhybride met 204 pk iets van €45.000 kost. En wat hebben we dan als je in een Golf gaat rijden? Nou ja, ik geloof dat ooit Maarten, ik ben even zijn naam kwijt, de bekende bronpot van televisie. Hij zei, Golf, meer auto heb je eigenlijk niet nodig. Dan kan je natuurlijk ook net zo goed zeggen van een Focus of een Astra. Maar als je een klein beetje met het Volkswagen-virus bent, hebt, wat niet iedereen is, maar sommige mensen toch wel, waaronder ondergetekende, dan ben je het met die uitspraak eens. Want ja, we zitten in een keurige 5-deurs hatchback met een meer dan keurige uitrusting, voorzien van alle mogelijke gemakken die een moderne auto bij zich zal hebben, met voldoende laadruimte in de achterklep, met een keurige motorisering van de nieuwe 4-cilinder in plaats van de 3-cilinder,
die in de vorige Golf lag, zeg maar, als basismodel. En je hebt helemaal niet het gevoel dat je met een basismodel onderweg bent in de vorm van deze E-TSI. Hij wordt nog geholpen met een 48 volts systeem wat ergens in de startmotor zit ingebouwd. Vraag me even niet aan de details. Maar je hebt uit mijn hoofd iets van 116 of rond 120 pk. Een keurige DSG-automaat, de bekende gerobotiseerde handbak van Volkswagen. Je hebt een mega groot scherm in de middenconsole zitten, ter grootte van een iPad. Ik ben er zelf nooit zo'n hele grote liefhebber van. En je hebt, en dat ben ik wel een liefhebber van, eindelijk weer fysieke knoppen op het stuur. Zodat iedereen op de tast weer al zijn settings onder het rijden kan veranderen. En over dat rijden gesproken, ja, ik word een beetje saai misschien in mijn video's, maar ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet kraken over deze weglegging van deze nieuwe Golf 8,5. Want het gaat gewoon allemaal vlekkeloos en moeiteloos, helemaal natuurlijk met die fijne automaat. En als je dat zou willen, dan kan je ook met deze versie best nog wel even stevig een bochtje pakken. Natuurlijk is het wachten op de GTI. Misschien kunnen we daar ook wel even een rondje mee rijden. Maar weet je, het grootste deel van de bestuurders van Nederland zal zelden of nooit in de buurt komen van de grenzen van de weglegging van een auto. Maar als je dat met deze Golf zou willen proberen, dan liggen die grenzen toch ook best wel ver weg. Want Volkswagen is er weer in geslaagd om een fijn sturende, uitstekend afgewerkte, relatief ruime, voorzien van alle digitale dingen, auto te bouwen. Het stuurtje ligt goed in de hand, het is niet te dik en niet te dun. Hij heeft een beetje zo'n soort verdekkingje waar je duimen automatisch omheen vallen. Je kan zelf, als je dat zou willen, de instellingen van instrumentarium voor je neus veranderen. Ja, dat is toch wat anders dan dat we vroeger die tellerbakken eruit te slopen waren, die dan gingen vervangen aan de achterkant. En al het dashboard moest eruit en dan gingen we de plek en gingen we een toerenteller inbouwen, want die had de Golf 2 bijvoorbeeld niet. Mijn Golf 2 van destijds, die had, luister goed dames en heren, als extra's in een pakket stootstrips aan de buitenkant, een dagteller, een soort van middenconsole, een klok en nog wat andere dingen. Ja, dat waren toen de tijd de extra's. Nou, daar hoef je gelukkig niet meer om te komen bij Volkswagen, want die zitten meer dan standaard in deze Golf allemaal ingebouwd. En ja, behalve de zo vurig gewenste elektrificering, het schijnt dat die in de Golf 8,5 eraan gaat zitten komen, valt er verder over deze auto zo ontzettend weinig negatiefs te melden. Ook al ga ik heel goed zoeken, dan is de prijsstelling, hè, ze zijn niet meer zo goedkoop. Een auto voor het volk qua prijsstelling zou je het misschien niet meer kunnen noemen. Maar ja, wie maalt daarom? Als jij betrouwbaar recht door zee vervoer wil en je wil die elektrificatie nog even aan jou voorbij laten gaan. Ik denk trouwens, even zijspoortje, dat dat misschien wel een wat minder grote vlucht gaat nemen dan wij allemaal denken, of in ieder geval de politici of de wetgevers denken. Ja, dan zou ik zeggen, sla een bezoekje aan de Volkswagen dealer. Meer specifiek bij onze Twente, mijn vrienden van Huis de Skokkeler, niet over. Of die lang zal blijven nog, de Golf, we gaan het zien. Maar ja, aan de kwaliteit zal het niet liggen. Er wordt zelfs gefluisterd dat, wat ik net ook al zei in de inleiding, deze versie wat meer als een Golf rijdt dan de 8 dat deed. En ik moet zeggen, dat klopt. Mijn meest actuele vergelijkingsmateriaal is een Golf 6 in de vorm van onze eigen cabrio. En ik moet zeggen, hij lijkt erop. Hij voelt hetzelfde, hij stuurt hetzelfde. De degelijkheid die ervan afstraalt, de afwerking. Het is allemaal het feest van herkenning. Dus ben je in voor een feestje en dan wel van herkenning, dan zou ik zeggen, pak je huidige auto tuf naar de volgende.
Volkswagen dealer. Of stuur deze video natuurlijk door naar je vrienden en kennissen om te vertellen dat je toch definitief nu weer bent overtuigd om te gaan voor de Golf 8,5. Dank jullie weer wel voor het kijken. Jullie weten wat jullie mogen doen als je de content van mijn kanaal het leuk vindt. Abonneer, like, geef een duim en doe al die andere dingen nog waar ik altijd Engelse termen voor wil gaan gebruiken. Om redenen die ik zelf ook niet begrijp. Geniet nog een beetje van het lekkere weer. Ik hoop dat het nog steeds het geval is als jullie deze video kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende.